prochaine. Hallo. Het zal hen niet vermoeien. Nog zullen de jaren hen veroordelen. Bij ons ondergang en zelfs opgang zullen wij hen gedenken. Als eerbetoon voor de oorlogsslachtoffers van deze lokale gemeenschap wordt nu de Last Post geblazen. Daarna houden we 1 minuut stilte. Bloemenhouden, waarbij we eer brengen aan de mensen die gesneuveld zijn en die gevochten hebben, hun leven gelaten hebben voor onze vrijheid. De mensen van Beernem, Sint-Joris, Oedelem en Oostvaart, bedankt om hier aanwezig te zijn op dit vroege uur. En ik wil ook heel speciaal die paar jonge mensen van de scouts bedanken die hier aanwezig zijn. Op dit vroege uur, voor jonge mensen is dit vroeg, ik begrijp dat. Maar als wij over vrede willen spreken, dan moeten wij beginnen bij onze jonge mensen. En daar moet het gebeuren. In scholen, in jeugdbewegingen, waar mensen leren verantwoordelijkheid nemen, waar ze met elkaar leren samenwerken en waar ze ook leren conflicten oplossen. Dat is belangrijk, omdat er geen conflicten meer zouden ontstaan zoals ze in de voorbije 100 jaar 2 keer in heel grote mate in onze streek aanwezig zijn. De Act of Remembrance. Ze zullen niet oud worden, zoals wij achtergelatenen oud zullen worden. Ouderdom zal hen niet vermoeien. Van Pottensbergen de La Potterie. Beste vrienden, strijders en sympathisanten. Vandaag vieren we de 94e verjaardag van de wapenstilstand die een einde stelde aan de grote wereldoorlog 1914-18. Traditioneel koppelen wij hieraan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
die plaatsvond tussen 1940 en 1945. Met deze viering herdenken en huldigen wij met bijzonder gevoel van plicht en trouw aan het vaderland. Alle outsiders en burgerslachtoffers. 11 november zal voor ons immers een symbool blijven om de duizenden soldaten en burgers te eren die hun leven opofferen om ons vrijheid te waarborgen. Deze essentiële waarden moeten levendig gehouden worden voor de huidige en de komende generaties. Deze essentiële waarden moeten levendig gehouden worden voor de huidige en de komende generaties. Deze herdenking moet tevens de diepe overtuiging bewaren van de zinloosheid van de oorlog en geweld. Wij danken allen die hun medewerking verleend hebben aan deze viering. Wij herdenken in het bijzonder dit jaar het overlijden van onze laatste oudstrijder 4045, heer Frederik van Bellegem en onze sympathisant Remy de Bruyne. Meneer de burgemeester, alsmede uw schepen en de gemeenteraadsleden wil ervan overtuigd zijn dat wij allen uw aanwezigheid op deze viering ten zeerste waarderen. We willen samen met u onze bloemenkrans neerleggen op de laatste rustplaats van onze soldaten en burgerlijke slachtoffers van Sint-Joris. Leve de koning, leve België.
ze. Dit. Uit de naam van het gemeentebestuur van Beernem en de oud-strijdersbonden van Oedelum, Beernem en Sint-Joris heet ik u allen van harte welkom op de herdenkingsplechtigheid voor onze oorlogsslachtoffers. De gemeente Beernem wil onze gesneuvelden niet vergeten en vindt het haar taak om elk jaar op 11 november mee te werken aan de verschillende bloemenhuldes en de herdenkingsplechtigheid. In Vlaanderens velden waar papavers bloeien, waar immers meerdere rijenkruisjes groeien, vindt u onze laatste rustplaats. Wijl in de vluchten, leeuwrukken nauwelijks hoorbaar in de lucht, zingen tussen de kogels die er moordend groeien. Wij zijn de doden. Nog zeer kort geleden zagen wij de zonnegloed. Zet onverpoosd de harde strijd voort. In ons hand reiken we u de helle toorts. En draag ze hoog, wij rekenen op uw woord. Wij kennen slaap nog rust, wij de gevelden. Als hij vergeet waarom wij als de helden vielen waar de klaproos bloeit in Vlaanderens veld. Beste leden van de oud-strijdersverenigingen, beste leden van het gemeentebestuur, meneer luitenant-kolonel Laforce, van harte welkom aan alle sympathisanten bij deze plechtigheid rond 11 iemands vader, altijd iemands kind. In die oorlog vielen ook heel veel burgerslachtoffers en vandaag op 11 november herdenken we die vreselijke gebeurtenissen. En vooral het einde van die vreselijke gebeurtenissen, opnieuw vrede. We brengen eer aan de slachtoffers en ook aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 40-45. Meneer de burgemeester, geachte schepenen en gemeenteraadsleden, heer commissaris en alle genodigen, beste vrienden allemaal. 11 november, wapenstilstand. Maar men mag geen dagblad openen of tv aanzetten. Altijd is er ergens oorlog of geweld. De laatste brief. De wereld scheen vol lichtere geluiden. En een soldaat sliep op zijn overjas. Hij droomde lachend dat het vrede was, omdat er in zijn droom een klok ging luiden. Er viel een vogel die geen vogel was, niet ver van hem, tussen de warme kruiden. En hij werd niet meer wakker, want het gras werd rood. Een ieder weet wat dat beduidde. Het regende en woei, toen herbegon, achter de grijze lijn der horizon, het bulderen, goedmoedig, der kanonnen. Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef, bevrijdde zich het laatste wat hij schreef. Liefste, de oorlog is nog niet begonnen. We willen niet oud worden, zoals wij achtergelatenen oud zullen worden. Thank you.
Een bloemenkrans wordt neergelegd in naam van MP de Bevertjes. Een bloemenkrans wordt neergelegd door de gemeente School de Notelaar. En dan kunnen we vervolgens overgaan tot de onthulling van het nieuwe monument ter nagedachtenis van de bevrijding door de Canadezen in 1944. Ik nodig graag de burgemeester uit om het nieuwe monument officieel te onthullen. De steen was bijna niet meer leesbaar. En het bestuur koos ervoor om die steen opnieuw de waarde te geven die hij verdient. En het liet daarom speciaal een nieuw monument maken door beeldhouwer Karel van Rooyen. De gerestaureerde bevrijdingssteen is erin verwerkt en krijgt hier een opvallende plaats in het straatbeeld. In het voorjaar van 2013 worden hier opnieuw Canadezen verwacht die er op een voorbehouden plaats eveneens een herinneringsplaat zullen aanbevestigen. Bovenop het monument zal tegelijk een oorspronkelijke schakel van een Canadese tank die Oudelin bevrijdde, aangebracht worden. Teachers and pupils from all schools here present, citizens from Oudelin. Starting in the late fall of 1944, the South Alberta Regiment, as a part of the 4th Canadian Iron Division, helped to liberate the town and people of Oudelin. Since the end of the war, the regiment has not forgotten the people and areas that they liberated. So on most regimental tours to Northwest Europe, a special stop was made in Oudelin for a remembrance ceremony at the old water well. It has always been a joy for us to see so many people, young and old, turn out to help us remember both the Belgian people and the fall of the Salt Alberta Regiment.